Nou, dit is het dus. Het leefgebied van het donkerpimpernelblauwtje. Hij ziet dus nu wat onogelijk uit. Maar als je hier in de zomer komt, dan is dit gewoon allemaal bloeiende kruiden. In een klein stukje berm, pal naast de N274, leeft een heel zeldzame vlinder. Het donkerpimpernelblauwtje. Deze berm is dan ook zeer beschermd. Maar dat weet niet iedereen. Goedenavond. Een fout van het waterschap Limburg betekent mogelijk het einde voor het donkerpimpernelblauwtje. Kijk, hier ligt het maaisel. Strook, breed, meterbreed is afgelopen maandag hier gemaaid. Ja, echt dikke schande. Weten dat het al de tweede keer is dit jaar. Het donkerpimpernelblauwtje kan niet leven zonder zijn waardplant, de grote pimpernel. En juist die plant werd weggemaaid terwijl die volop in bloei stond. Die vrouwtjes leven 2 dagen. En die moeten in die 2 dagen een stuk of 80 eitjes afzetten. En als er dan geen planten zijn en ze kunnen dat niet, ja, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dit is maar 450 meter weg, berm ongeveer, alles bij elkaar. En dat is natuurlijk super kwetsbaar. Dus daarom zijn wij bezig met allerlei natuurontwikkelingsprojecten. Om ervoor te zorgen dat we meer leefgebied voor die vlinder krijgen. En daarom worden nu in de buurt van de berm stukken land aantrekkelijk gemaakt voor het donkerpimpernelblauwtje. Om zo het leefgebied te vergroten. Zo, hier gaat het allemaal om. Hier zie je, kijk, even kijken. Dit is het zaad van de grote pimpernel. Deze. Die is zo heel erg belangrijk omdat het de enige waardplant is van het donkerpimpernelblauwtje. Die legt zijn eitjes echt alleen maar op die ene plant af en geen enkele andere. Moet gewoon per se deze plant zijn. Dan kun je heel weinig zaad kun je heel mooi verspreiden op een hele grote oppervlakte. Het donkerpimpernelblauwtje is niet alleen een fijnproever als het gaat om zijn waardplant. Maar deze vlinder is voor zijn voortbestaan ook nog eens afhankelijk van een niet voor de hand liggend diertje. De knoopmier. Hoi. Hoi. Dag Mali. Heb je wat gevonden? Ja, misschien. Oh, kijk eens. Misschien. Is dit hem? Nou, wacht eens even. Ja, dit is er één. Dit is echt een knoopmier. De larve van dit blauwtje heeft precies dezelfde geur als die van de larve van de knoopmier. Als de mier de vlinderlarve vindt, sleept hij hem dus mee naar zijn nest. En daar voedt de vlinderlarve zich met de mierenlarve. Eigenlijk is het ook een hele gemene parasiet. Dus hij leeft gewoon op kosten van die mieren. En als deze mier er niet in voldoende mate is, dan kun je zoveel grote pimpernellen hebben als je wilt. Dat wordt het dan niet. Het moet echt allebei zijn. En dus wordt het landschap zo ingericht dat ook de knoopmier er graag zit. Nou hoor Jos. Zeg maar. Dat schiet lekker op, hè? Dat denk ik, hè. Ja. Dat zijn de laatste plantjes alweer bijna voor dit seizoen. De grootste vraagteken waar we nu nog tegenaan zitten te kijken is, hoe krijgen we meer gewone steekmieren in dit gebied? Waarom verspreiden ze zo slecht? Waarom doen ze het niet zo goed? En dan blijkt dat wat ze nodig hebben voor hun leefgebied warme plekken moeten zijn, maar ook plekken die de hele zomer door vochtig genoeg blijven, dus beschaduwd genoeg blijven. Want anders vinden ze het te droog en dan zijn ze er ook niet. En we lopen eigenlijk het gebied voorop klaar te maken, zodat die vlinder eigenlijk hier zo dadelijk gewoon binnen kan komen fladderen. We doen alles in ons vermogen om dat hier aan te pakken. Daarvoor zijn we hier ook aan het planten. En die vlinder moet het nog wel zelf doen. Ja,